Zichem, gelegen op de hogere zuidelijke oever van de Demer, bestond reeds in de tijd van Clovis. Sinds de aanleg van de Aardewallen in 1301 door Godfried van Vierzon, zoon van Jan I, hertog van Brabant, lag de stad veilig ingekapseld binnen de Demer en deze wallen. Ten oosten van de stadskern, binnen de stadswallen, verhief zich een dubbel omwalde middeleeuwse burcht. Het huidige Oranjekasteel werd er, na de verwoesting van Zichem door de Spanjaarden op het einde van de 16e eeuw, grondig heropgebouwd in de 19e eeuw. Een paar tientallen meter hier vandaan, nog binnen de stadswallen, werd, zoals gebruikelijk was op het einde van de 14e eeuw, door de heer van de burcht een veilige burchtwoning opgetrokken, de Maagdentoren. Deze belangrijke middeleeuwse Oud-Brabantse stad is concentrisch opgebouwd met het typisch rechthoekig marktplein als centrum. Niet ver van de markt herkennen we de toren van de Sint-Eustachiuskerk. Deze fraai gotische kerk, ook opgetrokken in ijzerzandsteen, het klassieke bouwmateriaal van de streek, vertoont de kenmerken van demergotiek. De bouw ervan werd reeds aangevat rond 1300. Achter het barokke marmeren hoofdaltaar schitteren drie kleurrijke glasramen. Het centrale, in lood gevatte kunstwerk is het oudste glasraam van België en werd door Renier II van Schoonvorst aan de kerk geschonken. Zijn wapenschild, 9 broden op een groen veld, en dat van zijn vrouw Elisabeth van Wittenberg, een rozenhart op hermelijn, vinden we in het glasraam terug. Een combinatie van deze twee wapenschilden vinden we terug in de sluitsteen van de ridderzaal van de Maagdentoren. De zandstenen inrijpoort van het Elzenklooster uit de 18e eeuw en het rectoraat uit de 17e eeuw zijn de enige nog resterende droeve getuigen van een kloostercomplex. Het ooit geclasseerde domein, oorspronkelijk een begijnhof uit de 14e eeuw, werd enkele jaren geleden gedeclasseerd, waardoor de voormalige kloosterkerk uit de 16e eeuw leeggeplunderd werd en tot op de grond afgebroken. Het geheel staat nu als historisch pand te koop. Rond het rechthoekige marktplein, een kopie van een Zuid-Franse markt, liggen nog verscheidene 17e en 18e eeuwse woningen. Het tolhuis uit 1617 met ingemetste Spaanse kanonballen, getuigen van de drukke handelsroute tussen het Duits-Luikse gebied en Vlaanderen. Huis de Sterren uit de 18e eeuw. Herinneringen aan Ernest Klaas en zijn geesteskind De Witte. Sinds 1783 is de vroegere Lakenhalle, opgericht in 1386, in gebruik als pastorij. Inderdaad, de lakennijverheid en de lakenhandel maakten van Zichem in de 15e en 16e eeuw een bloeiend en welvarend centrum. Samen met Antwerpen, Leuven, Lier en Aarschot staat zij vermeld als een van de oudste steden van het hertogdom Brabant. Vanop de Blauwbrug van de nu gesloten spoorweglijn Zichem-Scherpenheuvel heeft menig bedevaarder, zoals Geert van Istendaal, zich ooit afgevraagd wat deze toren hier, op enkele honderden meter van Zichem, aan de Demer uitspookte. Deze noordoostkant is de best bewaarde zijde van de toren. De minstens 3 verdiepingen tellende brugtoren met gelijkvloerse kelder en een tot nog toe ongekende dakconstructie staat op enkele tientallen meter van de oorspronkelijke middeleeuwse burcht van Zichem. Volgens recente opgravingen stond deze burchtwoning altijd alleen en maakte hij nooit deel uit van een ander gebouwencomplex. Getuigen hiervan de resten in de buitenmuur van 3 steunberen, waarvan hier de noordwestelijke, die elk een verdedigingsplatform met hoge borstwering schraagde. De markante deuropening op 26 meter hoogte
omlijst met witte en ijzerzandsteen, gaf waarschijnlijk toegang tot een hoger gelegen, overkragende dakconstructie. Twee zulke spitsbogige nissen inspireerden waarschijnlijk de naam Mariatoren in meer religieuze tijden. De noordelijke, naar buiten toe enge vensteropening van de tweede verdieping. De aanzet van de noordoostelijke steunbeer en defensief platform is het meest gespaard gebleven van erosie. Een hoog geplaatste vensteropening van de eerste verdieping aan de noordkant zorgde voor permanente licht- en luchttoevoer in de ridderzaal. Twee oostelijk georiënteerde vensteropeningen van het residentieel niveau, met ertussenin de iets lager gelegen vensteropening voor het latrinair gebeuren. De aanzet van de zuidelijke steunbeer met verdedigingsplatform. Begin van de 17e eeuw, na een periode van plundering, brandstichting en verwoesting, werd op last van het stadsbestuur begonnen met de afbraak van de Burcht en de Maagdentoren. Zoals te merken aan de afbraak van de 1,20 meter hoge plint, is die gewoonte heden ten dagen nog steeds in voege, ondanks de klassering tot monument in 1962. Ook de eind vorige eeuw gekapte toegang tot de kelderverdieping aan de zuidkant had de laatste decennia veel te lijden van puindieven. De oorspronkelijke toegang tot de toren lag 2 meter boven het maaiveld en was waarschijnlijk toegankelijk via een houten trappenconstructie of trappenhuis. De buitenmantel van de inwendige spiltrap die de woonverdieping met de slaapvertrekken verbindt, is zeer verweerd en staat op instorten. Via de inwendige spiltrap met bakstenen koepel bereiken wij het hoogste niveau. De berkenboom boven de enige open haard op dit niveau is nu verdwenen na de laatste en enige restauratieactie deze eeuw van de regie der gebouwen. Vanop de nog 26 meter hoge toren is het uitzicht over de Demervallei en de omringende dorpen en gehuchten van het vroegere land van Zichem magnifiek. De twee vensteropeningen en de deuropening geven een uniek panoramisch gezicht op het Oranjekasteel, met een nog duidelijke indruk van het grondplan van de vroegere middeleeuwse burcht. De slanke toren van de Sint-Eustachiuskerk van Zichem en de lelijke Beliebrug over de Demer springen in het oog. Ook de spoorwegberm van de inmiddels afgeschafte lijn Zichem-Scherpenheuvel ligt er al 100 jaar bij. Momenteel als wandelpad zou hij in de toekomst als een perfecte fietsroute kunnen fungeren. Net zoals de kelder is deze ruimte rond, in tegenstelling met de ridderzaal en de living die elk achthoekig zijn. De hoogte van de binnenzijde van de deuropening met de aan de buitenmantel geplaatste dakkanten geven een idee van de opstanden van de muurresten op dit nachtelijk niveau. De resten van de open haard en twee nissen sierden dit slaapniveau. Deze verdieping met uniek uitzicht over Zichem en de Demervallei, maximaal valoriseren met een plat of een spitsdak, zou aan de toren zijn oorspronkelijke statigheid teruggeven.
Een betonnen dwarsbalk, tegelijk ook als afwateringsweg dienstig, houdt de wanden van de inwendige trappenkoker tussen derde en tweede niveau voorlopig staande. De verbinding met de uitwendige trappentoren verloopt via een smal gangetje in de muur. Vanuit dit sas vertrekt dan weer de toegang tot de lidding van de toren. Een smal trapje leidt naar een wachtplatform boven de trappentoren. Vier vensteropeningen met brede opening voor twee verdedigers en een smalle toegang voor één mogelijke aanvaller geven overvloedig licht en lucht. Twee grote open haarden verwarmden deze leefruimte indien nodig. In de muur zijn verscheidene kleinere nissen voor dagelijks gebruik uitgespaard. De goed bewaarde achthoekige living is eenvoudiger ingericht dan de prestigieuze ridderzaal één verdieping lager. In de dikte van de muur van de zijwand van een vensteropening is de geknikte gang naar de latrine voorzien. Zoals overal ter wereld is de graffiti ook hier overvloedig en duidelijk aanwezig. Bezoekers aan de onbewoonde toren kwamen en gingen sinds 1776 over 1945 tot nu. Het gat in de vloer van een van de open haarden is niet origineel. Het is er vorige eeuw gekapt waarschijnlijk na het afbreken van de normale toegangstrappen. De gotische ribbogen eindigden op eenvoudige consoles. Eén rib is volledig afgebroken en ligt in stukken aan een van de vensteropeningen. De sluitsteen hier is niet gebeeldhouwd. Alleen de initialen van de aannemer en het jaartal 1863 van de laatste restauratie zijn er botweg ingekapt. Een andere rib zweeft ten gevolge van een gat in het plafond na een fatale blikseminslag begin deze eeuw. De aparte esoterische indruk die de achthoekige gotische ruimte ons nu geeft, gezien vanuit de ingevallen kelderverdieping, is waarschijnlijk een flauw afkooksel van de gevoelens die de bezoeker van deze prestigieuze ridderzaal moet overvallen hebben. Helemaal uniek in deze tempel zijn de met goudverf getekende gotische fleuronen of de loofwerk dat de randen van de plafondribben versiert. De sleutel tot de ontsluiering van het mysterieuze verleden van Zichem en vooral van de Maagdentoren is wel deze sluitsteen met de gecombineerde wapenschilden van Renier van Schoonvorst en zijn vrouw Elisabeth van Wittenberg. De acht consoles op het einde van de gotische ribben zijn hier versierd met zwaar gedrapeerde, monnikachtige of narrenfiguren. Enkele zijn zwaar toegetakeld en onherkennelijk verminkt door de Zichemse jeugd van weleer. Gelukkig kunnen we nog bij enkele figuren, boeken en middeleeuwse instrumenten terugvinden. De laatste lijkt wel een engelachtige figuur met vleugels die een luit bespeelt. De hoge wanden dragen nog sporen van middeleeuws bezetsel, waarin we hier en daar nog schilderingen menen te herkennen. De smalle toegang tot de buitenste spiltrap verlicht samen met drie andere toegangen tot de verdedigingsplatforms feeriek deze eeuwenoude majestueuze ruimte.
Ook hier twee monumentale open haarden, waarvan één schouw gedeeltelijk opengekapt is. Een drietal al dan niet bepleisterde grote nissen vallen op. Waarschijnlijk hadden ze een rituele functie. Hoog boven in de oostelijke zijwand vinden we het van buiten duidelijk zichtbaar verlichtings- en verluchtingsvenster. De vloer van deze prachtige ontvangstzaal bevond zich op hoogte van de laagste ijzerzandstenen speklaag. De bakstenen koepel van deze ronde gelijkvloerse kelderverdieping is ingevallen of afgebroken. Het herstel hiervan of van de vloer van de ridderzaal is essentieel bij de poging tot restauratie. De inwendige diameter van deze ronde ruimte is ongeveer 7 meter, de uitwendige meer dan 15. De muren op dit niveau hebben een dikte van 4,20 meter. De unieke akoestiek is voor de bezoeker van deze plaats een meegenomen, aangename verrassing. De VZW Red de Maagdentoren, samen met de Stichting Vlaams Erfgoed en Aminal, de provincie en het stadsbestuur, stellen alles in het werk om binnen het groots natuurkader van de Demervallei de redding en conservering van dit uniek monument van ons bouwkundig patrimonium te verwezenlijken. Tot op de toren. Ja, dan maken we er een uitkijktoren van. En deze twee Red de Maagdentoren die proberen de toren hier te herstellen. Twee open haarden in de living, ook twee open haarden in de ontvangsthal. En hier zelf geven ze dus vier toegang. Ik heb een nieuwe man. Dat is echt. 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 Dat is echt.
In Zichem, een restant van de plaatselijke burcht uit de middeleeuwen. Hier trok de heer zich terug in tijden van nood. 600 jaar geleden is die toren hier opgericht door de plaatselijke heer van Zichem, meneer Renier van Schoonvorst. Het was toen de gewoonte van ridders tijdens die periode om uit veiligheidsoverwegingen dergelijke woontorens op te richten. Die waren dus gemakkelijker te beschermen met minder volk. Nu is de Maagdentoren helemaal niet meer zo veilig. De laatste restauratie dateert al van 1863. Vallende stenen hebben de regie der gebouwen gedwongen de toren af te sluiten voor bezoekers. Door de weersomstandigheden kan het gebeuren dat dus die
grote ijzerzandstenen blokken dus loskomen, vooral boven dit westelijk venster. En een paar maanden terug is er zo 2 vierkante meter in een keer naar beneden gekomen. Maar de redding van de toren is nu nabij. Deze week nog wordt gestart met het vastmetselen van de losse stenen en het waterdicht maken van de toren. Later op het jaar komt de toren hoogstwaarschijnlijk in handen van de Stichting Vlaams Erfgoed. Dan kunnen er plannen worden gemaakt voor de definitieve restauratie. Eerst en vooral moeten dus fysisch bouwkundig dus in orde komen, dat die dus terug een 10 of misschien 100 jaar mee kan. Op die manier zullen dan ook dus toegankelijk worden via dus een uitwendige trap en een inwendige spiltrap, zodanig dat de bovenste verdieping terug te bereiken is. En dat zou dan kunnen fungeren als een prachtige uitkijkpositie om dus de Demervallei, die hier toch die ook dus uniek is, om die dus te overzien. U kan de Maagdentoren alvast binnenkort bezoeken op de Open Monumentendag van 10 september.
links voor de kaars, voor de achterkant, en rechts voor de kaars. Wow. Welkom bij dit is een superfestie. De buurt van de kelder is dus een ton en die bovenste stuk van die ton kwam dus tot aan die kelderverdieping. Ja, dus die kelderverdieping. En dus die ton, die kelder komt alleen binnen via een val in het bovenste stuk van die ton. Van die ton. Ja. Ja. Nog zo elkaar. Ja, daar komen we nu toe. Ja, juist. Ik zeg jij dat nu. Nee. Ja, dus, ja, dat is het verwarrende van heel de zaak. Dus daarom dat we absoluut willen ofwel dat gewelf terugherstellen, ofwel minstens een vloer leggen ter hoogte van waar hem geweest is. Dit is het plafond. Hier slaat Renier en die zakt dus op die kant. Het is dus een loopbrug, enfin bereikbaar via een loopbrug, die ging over de slotgracht van waar we nu staan. Ongeveer 7,5 meter van de toren was het dus een slotgracht. En dan kwam je dus terecht. Waarom houdt hij dat verhaal van die opgraving toch verband? Ja, het is dankzij die opgravingen dat we dat weten. Dat is we gaan dat zelfs zien op de luchtfoto. En dus je kwam dus daar binnen, in die hal, dan een steektrap omhoog. En dan kwam je dus eigenlijk op het begin van de wendel. Van de uitwendige wendel.